voor in het publiek, want het is hier zoveel honden, hoeren, heroïne, dat soort dingen. Nou, ik heb een kwartier, dames en heren, het is een probleem. Ik ga hem niet te zwart uit. Op het theater van 2010 officieel te openen. Ik heb dus op u voor uitgenodigd, daar heb ik voor gebeld vorige week. Toen zei ik wel, ik vind het gek, want ik ben op het zelf ziek, maar het is openluchttheater. Het is al open, ik wil openen. Het Vondelpark is open, je voelt het, het is al open, maar zei ze, ja nee, het is open. Dat is ook wel, dat is een openluchttheater, maar er moest nog een soort moment komen met een handeling en iets, een plechtig moment en alles, om dat dan ook echt, nou ja, officieel te openen, zodat er gewoon een lekker seizoen achteraan kan komen. Gewoon een beetje om de goden, nou ja, gunstig te stemmen. Dus ik heb zelf bedacht, als officieel moment, dat we het zo doen, u heeft iedereen een kazoen? Nou, als ik weet niet of mensen, ja, we gaan met z'n allen zo meteen het Wilhelmus kazoen. Al staat, ja, het publiek al staan, de tribunes. Vervolgens zet ik hierbij verklaar ik het Vondelpark open te hebben enzovoort voor geopend. Dan steek ik nog een confettibom af van het plechtige moment en de feestelijkheid. En dan is het zo een goede hebben, dat soort dingen. Weet je, dan komen we daarna los en allemaal bier gaan drinken. Na, weer allemaal leuk is het nog steeds, jongens. Het was altijd. Het was altijd. Hoe laat is het leuk? En dat was dan echt heel leuk. Nou, mijn dochter staat daar, maar dat zal ik niet zeggen, want dan neemt ze ook niet weg. Nou, kan je nagaan. Die is hier achter niet gerecht. Maar in ieder geval, nou, dus ik weet niet of mensen allemaal weten hoe een kazoen werkt. Als nou het regent, met een toetje, zeg maar, waar je normaal de hasje in doet, naar beneden. Maar hij gaat nu nog wel omhoog. Met een tuurtje en je moet aan de brede kant zijn, heb ik er zelf een, ja, de brede kant zijn en je moet niet blazen. En je moet gewoon hoe zetten. Yeah.
D66 Noord in Haarlem verklaar ik op dit moment officieel het nieuwe theaterseizoen, culturele seizoen 2010 in de zomer van het Opera Theater officieel voor geopend! Ja, ik ben er niet.